Ik sta hier op de binnenplaats van de gevangenis. De gevangenis is op het Oostereiland en daar zit onder andere het museum van de 20e eeuw hier in Horen. Ik ga praten met Ietwer Bosma. Ja, hij is acteur van onder andere kindertelevisie. En dat is toevallig, want hij heeft ook een tentoonstelling samengesteld over 70 jaar kindertelevisie. Niet alleen dat, aan de hand daarvan is hij ook een boek gaan samenstellen met verhalen en met foto's daarin. Ja, waarom maakt een 27-jarige een tentoonstelling met allemaal oude kindertelevisie? Ik ga het hem vragen. Wat was er eerder, de expositie of het boek? De expositie. Maar eigenlijk meteen daarna kwam ook het boek. Ik heb zoveel verhalen verzameld in de loop der jaren die ik vertel als ik rondleidingen geef bij de expositie. Nou ja, dat het bijna niet kon uitblijven om daar ook om die verhalen te gaan noteren. Wanneer kwam het idee van de expositie? Dat is ondertussen 2 jaar geleden. Ik liep door het Beeld- en Geluidsmuseum en uit mijn passie van oude tv-series wist ik wat er allemaal lag te verstoffen daar. En dat ik dacht, er was maar een heel klein hoekje daar ingericht over kindertv. En ik denk, hoezo? Want het is zo, heel veel mensen hebben daar zulke mooie warme herinneringen aan. En toen zag ik ook nog dat de kindertelevisie jarig was dit jaar. Dus toen denk ik, ja, 1 en 1 is 2, daar moet ik wat mee gaan doen. Is het dan toevallig dat je zelf in kinderseries terecht bent gekomen? Of zit er zo'n liefhebberij in die richting? Ik denk dat het onbewust toch altijd wel is. Ja, je hebt toch een passie en dan draag je dat misschien over ook als acteur. Dus dan misschien dat ik daarom ook heel goed ben. Of in ieder geval veel wordt gevraagd voor kindertelevisie. We hebben het over Klokhuis. Ik zit in het Klokhuis vaak. Ook bij de NTR bij in de Welkom in de Geschiedenis-serie. Snuf de Hond heb ik 2 films en series gedaan. Dat zijn wel de dingen waar qua kindertv waar ze me wel voornamelijk van zullen kennen. Wij gaan eens eventjes rondlopen. Alles is origineel en dat is wel echt heel bijzonder, want heel vaak worden er exposities gegeven en gaat het voornamelijk om de merchandise. Maar nu de insteek was, wat is er nog? Alles moet origineel zijn. En daardoor zijn deze poppen al 70 jaar oud. Dappere Dodo, mensen die in de jaren 50 de allereerste tv's hadden, of zoals daar, dat je natuurlijk voor een dubbeltje naar de buren moest om. Ja, want in die tijd had niet iedereen een tv. Dus dan ging je naar de buren, betaalde je vaak een dubbeltje, kreeg je een snoepje. En zat je er zo bij met de hele buurt. Je hebt zelf een verzameling. Mm-hmm. Is er dan ook een, daar komt de rest uit je netwerk misschien wel? Zeker, ja. En gewoon zoeken. Mensen benaderen. In dit geval bestaan al die poppentheaters nog. En dan neem je contact op met zo'n familie van, goh, ik ben hiermee bezig. Hebben jullie nog? Nou, 9 van de 10 van de poppenmakers zei, ja, tuurlijk hebben we dat nog. En die vinden dat leuk, want ja, die poppenmakers hebben een passie voor poppen. En die vinden het alleen maar leuk als dat wordt tentoongesteld. Dus, Heb je alles zelf geregeld? Over het algemeen heb ik alles geregeld, opgehaald. Dus het was, de coronatijd was erg mooi om dat te doen. Want die 1,5 jaar dat we van de ene lockdown naar de andere gingen, had ik mooi de tijd om achter mijn computer uit te zoeken. Bestaan er nog poppen? Waar kan ik die vinden? En mensen te bellen van, goh, hallo, ik wil dit maken. Ik wil deze expositie opstarten. Mag ik wat lenen? Waar begon bij jou de liefde voor de kindertelevisie? Weet je nog het eerste? Hamelen. En heel snel kwam Pipo erbij, Tita Tovenaar. En voor je het weet, ben je besmet. Maar dat zijn wel dingen van voor jouw tijd. Ja, kijk, tuurlijk keek ik in mijn eigen jeugd. Ik ben een 90s kids, zoals dat dan heet. Dus ik ben heel erg opgegroeid met de jaren 90 dingen. Telekids, Samson en Gert, Smurfen, dat soort dingen. Maar uiteindelijk kwamen de videobanden met Pipo tot mij. En bleef ik daar toch graag bij hangen. Pipo terecht, namelijk, dat vond ik op Marktplaats, een script van Pipo in Marobia. We hadden het net over Jaarsus de Neesus gewist. Pipo in Marobia is ook bijna geheel gewist. Er zijn enkel wat opnames die in Marokko zijn gemaakt die bewaard zijn gebleven en een hoorspel. En toen vond ik dat script, toen denk ik,
nou ja, van gewiste afleveringen is dat natuurlijk ontzettend speciaal. Maar weet je dan of het een origineel script is? Ja, want ik heb met die man gepraat en die heeft het weer van een cameraman die het heeft gefilmd. En die man was eigenlijk verzamelaar voor ontzettend veel scripts. Die had scripts van Stuyvesant, van draaiboeken en weet ik niet allemaal wat. En ook deze. En het is dus heel bijzonder, want het is voor het eerst dat sinds de laatste opnamedag deze kostuums weer naast elkaar staan. Dat Kluk weer naast Pipo staat, dat Plom de zus weer naast Pipo staat. Wat is dat voor jou dat je zo met die vervlogen tijden bezig bent? Ja, ik denk nostalgie en ik denk voornamelijk warmte wat het uitstraalt. Het geeft een beeld weer van de wereld. Het laat de mooie kant van het leven zien. Vaak kindertv. En ik denk dat dat mij heel erg aanspreekt. Maar als je zo een hele anderhalf jaar lang bezig bent met zo'n tentoonstelling opzetten, dan denk je op bepaalde momenten toch wel, waarom doe ik dit? Of? Nooit. Nee. Nee. Het voelt alleen maar als ik ga er A heel respectvol mee om en het voelt als een eer dat ik ermee bezig mag zijn. Dat ik gewoon een Pipo kostuum in mijn handen mag hebben en daarmee aan het werk mag gaan. Het voelt eigenlijk meer als een eer. Ik heb tegen mensen ook gezegd, het voelt bijna als een soort levenswerk, terwijl ik ben nog super jong. Zo'n expositie, die verdwijnt weer. En toen we deze hadden opgestart, waren er toch heel veel mensen die ook tijdens mijn rondleidingen zeiden van, oh wat leuk al die verhalen, kan ik dat niet ergens teruglezen? En toen dachten we, ja, nu moeten we er snel werk van maken. Dus we hebben hem ook heel snel gemaakt, want we vonden, ja, er moet ook iets tastbaar zijn en dat is dit boek geworden. En daar zitten verhalen in dus die ik uit de eerste hand heb van acteurs, maar ik heb ook ontzettend veel krantartikelen nageslagen, websites, maar ook uren aan beeldmateriaal, aan oude interviews bekeken en teruggeluisterd, radiofragmenten. Want ja, kijk, zo'n Kluk kan je niet meer vragen hoe je die tijd vond. Maar gelukkig heeft hij het soms wel in interviews gezegd. En dan kan je dat weer noteren in het boek. Studio 100, ontzettend bijzonder, want Studio 100 heeft bijna nagenoeg nog nooit geëxposeerd. Maar hoe kom je dan bij toch daar binnen om het toch zo hier te krijgen? Ja, Studio 100 bestaat 25 jaar dit jaar, extra feestelijk. Dus ik heb Studio 100 benaderd van, goh, ik vind dat leuk om daar wat mee te doen. En gelukkig vonden zij dat ook. Dus nou ja, dan kom je daar op kantoor en ga je idee uitleggen. En gelukkig waren zij ook zo enthousiast en wouden ze meewerken. En natuurlijk de Mickey Mouse van Studio 100, Samson en Gert. We hebben de originele mand, we hebben Alberto, Gert. Legendarische regenboogjurkje van Christel, de laarzen. De tv-Boomba. Want je kan Boomba wel in een Plopsalandpark zien of in het theater, maar dat is net altijd een ander. Dit is de tv-Boomba en natuurlijk wat ik zei, Plop. Dit is een van zijn eerste kostuums. Wat ik heb gehoord is dat Gert Verhulst zelf ooit de schets heeft gemaakt voor de muts. Nou, hier heb je dus de berenboot, wat ik zei. Zwiebertje! Ja, volgens mij in mei 2005 is het uitgeroepen tot kinderprogramma van de eeuw. Mensen denken dat het altijd jaren op tv is geweest, iedere dag weer. Eén keer per maand was het maar op tv. En het leuke is, we hebben dus de keuken nagebouwd naar de originele decorschetsen. En, kijk, hier staan dus ook dingen van mezelf in, maar ook dingen van anderen. Namelijk originele dingen uit de keuken van Saartje. Borden, staan daarachter wat dingetjes. Over Zwiebertje dacht ik, ja, dat is zo'n evergreen. Daar kan ik niet één pagina aan wijden. Dus daar heb ik geloof ik wel 8 of 10 pagina's aan gewijd. Anekdote is bijvoorbeeld, Zwiebertje moest altijd doorgaan. Wat er ook gebeurde, het moest altijd doorgaan. Joop Doderer was op een gegeven moment opgepakt, want die hield nog wel van een drankje. En die is opgepakt omdat hij onder invloed achter het stuur zat. En die zat toen in Vernhuizen in de gevangenis. Maar ja, Zwiebertje moest doorgaan. Dus toen is de hele cameraploeg, de hele ploeg, is naar de gevangenis gegaan. En hebben ze gewoon Zwiebertje opgenomen vanuit de gevangenis. Maar dat ik net zei van, als je er anderhalf jaar mee bezig bent, vraag je dan niet af waarom. Toen vatte jij het een beetje op van, waarom ben ik zo gek om dit te doen? Ja? Maar ik bedoel juist ook in de positieve zin van, waarom, ja, wat is die echt die passie dat je al die details onthoudt? En waarom? Omdat het, ja. Waarom ik het onthoud, weet ik niet. Ja, omdat het mijn passie is. En als je ergens geïnteresseerd in bent, sla je het automatisch beter op.
Ja, ik denk omdat het... ja. Het is misschien ook een beetje een stukje van gerechtigheid krijgen misschien. En daar bedoel ik mee, kindertelevisie is altijd in Hilversum ondergeschikt. Het is altijd, bij Ja Zuster Nee Zuster ook, dat Arnie Emke Schmid wou iets een tv-serie maken. Dat ze zeiden, ga het maar voor kinderen proberen. Kindertelevisie was altijd, ah, het is maar kindertv. Het is maar kindertv. Kregen ook veel minder betaald, die mensen. Het ging veel minder geld, nog steeds. Kindertelevisie blijft altijd ondergeschikt aan tv voor grote mensen. Terwijl, dat is helemaal niet zo, want kindertelevisie is juist opvoedend. Mensen nemen dat mee. Als ik aan jou vraag, wat heb jij vorige week gezien of twee weken geleden? Ja, kan je misschien één programma opnemen, noemen. Terwijl als je vertelt wat je allemaal in je jeugd hebt gezien, nou, kan je hele verhalen over vertellen. Dan neem je veel meer mee. Ja, en dan vind ik het misschien toch ook een stukje gerechtigheid dat we een monument maken van, ja, kindertelevisie is ontzettend belangrijk. En kom daar maar eens voor op. Eigenlijk wat Aart Staartjes ook deed, op de barricade. Dus misschien ga ik een beetje in de voetsporen van Aart. Ik ga op de barricade, kindertelevisie is belangrijk en moet gezien worden. Misschien is dat het.